uitzendingen worden mede mogelijk gemaakt door Rabobank Baarnsoest MS en Uvema. RTV Baren zoekt vrijwilligers. Wil jij aan de slag bij lokale tv als verslaggever of cameraman? Meld je aan via redactie@rtvbaren.nl. Audities voor Baarn On Stage, de talentenshow van Baarn. Bijna 50 mensen hebben zich ingeschreven. Vandaag mogen ze in 2 minuten laten zien wat hun act waard is. En de jury wilde graag dat het van jong tot oud, zang, dans, alles zou zijn. En ik heb gehoord dat het heel goed gaat. Vandaag zijn er 6 acts worden gekozen uit deze acts van vandaag om door te gaan naar de finale. 5 worden gekozen door de jury. En eentje kan het publiek kiezen op de website van Baarn On Stage. Alle acts zullen vandaag worden bekeken en beoordeeld door de jury. Peter Lussen als voorzitter, Fred Butter en Mariska van Kolk. Ik ga het liedje zingen Melle van het Junior Song Festival. Oh, super. Ja, Dromen eigenlijk, van Melle. Oké. Okay. Waarom heb je die gekozen? Omdat ik het toch een mooi ritme vind. En dat die gitaar die jij, dat kleine gitaar die jij erbij gebruikt, vind ik ook heel mooi. Ja, en hoeveel mensen zitten er voor jou in de zaal? Ik weet niet. Ja, voor mij zit er iets van 8. Oh, dat is best wel een heleboel. 9. Ja, echt? Broertjes, zusjes, opa's, oma's? Ja, 1 broer. Ja, 2 boertje. Nou, 1 boertje, 1 boer. En mijn vader en moeder natuurlijk. Ja, tuurlijk. En dan zijn nog buren. Die komt, een buurjongen die komt ook met zijn hele gezin. Oh echt? Superleuk. Ja. Oh, 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 I want you in my life because I love you, love you. En altijd als ik jou zie, word ik blij. Oh. I want you in my life because I love you en altijd als ik jou zie word ik blij, want jij hoort echt bij mij, want jij hoort echt bij mij. Nou Tim, 10 jaar zijn dan en je hele rot eentje op dat grote podium met al die lampen op je gezicht staan. Dat is toch even niet niks. Ik merk vanaf het moment dat je opkomt, dat iets in mij van binnen een prettig gevoel krijgt. Het is prettig om naar jou te kijken op het toneel. Je hebt een prettige uitstraling. En dat is heel mooi Tim, daar hoef je niks voor te doen. Dat is gewoon zoals je bent. Dus dat is alvast een windje mee dat je hebt. Dus ik hoop dat je het blijft doen. Heerlijk. Wat gaat u vandaag precies doen voor ons? Een paar zeemansliedjes. Okay. Met begeleiding van de welbekende pianist Kees de Bruin. Oh, dat is, super. Dat is meneer Kees de Bruin. Ja. En jullie treden vaker op? Nee, we hebben elkaar gisteren voor het eerst gezien. Het is helemaal heel laat gebeurd. Dus. Eerste keer optreden? Ja. Nou ja, nee. Gisteren. We belden elkaar op en we konden elkaar verder. Vroeger is hij wel eens bij ons in de zaal geweest, in het bowlingcentrum. En zo toen maar gelijk ook, mevrouw kon hem niet meer. Oké, ja. En toen hebben we echt maar 5 minuten heb ik 3 gewijntjes van Zeemansliedjes gezongen. Toen zei hij, hup, stoppen, morgen, prima, ik zorg voor de rest. Nou, super. Nou,
Ik ben een zeeman. Een zeeman is heel vaak van huis. Meisie, ik ben een zeeman. Het water, het schip is mijn thuis. Meisje, ik ben een zeeman. Kun jij wel wachten zo lange tijd? Ik ga je voor heel lang verlaten. Veel geluk, het ga je goed, mijn lieve meid. Dankjewel. Jan, hier hou ik van. Echt. Heb je er zin in ook? Dit doe je vaker, hè? Op partijen in Amsterdam, in de kroegen. Zal ik u iets wat vertellen? Nou, vertel eens even wat. Die meneer die naast je zit, die zegt ome Jan tegen me. Ja, ik heb het gehoord. Daarom, mag, gehoord? Hij niet, daarom mag hij nu niet oordelen. Nee. Dat mag ik dan doen. Dan wordt het wel heel erg familiair hier. Kees, nog even wat voor jou. Jij zat erbij als echt een volksheld. Echt. Je zat daar. Heerlijk. Nou, jullie zijn een perfect duo. Al zijn jullie pas één dag vrienden. Ik zeg, chapeau, leuk. Ik heb me uitstekend vermaakt. Ja, toch, ja. En jullie allemaal hartelijk bedankt voor de organisatie. This is my life. And I don't give a damn for less emotion. Such a lot of love I got to give. Let me live, let me live. Get bit up north when they read it. Anyway, I felt them, helped them. Put them on lock, seat belt them. Took them out to Belgium, welcome. This pretty, that's seldom. This box better than the box he was held in. I'm on my D in the outer. I call him daddy like doubters. He like it when I get drunk, but I like it when he be sober. That's top of the top, but I never fuck with beginners. I let him play with my pussy, then lick it out of his fingers. I'm in it. If you last, you can do, and you will fight me. Time after time. If you fall, I will get you. I will be waiting, yeah. Time after time. Do you wrong? I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. We wisten dat er veel zangtalent zou komen, maar dat ze allemaal zo gek waren op Adele, dat wist niemand. That your dreams came true. She gave you things I didn't give to you. Old friend, old friend, why are you so, so shy? And like you to hold back. Hide from the light. It turned up out of the blue. Only fight, but I couldn't stay. I hope that see my face, that you be the mind that's for me. Over. Never mind, I'll find someone like you. Love is nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll back, I remember.
Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Elke dag weer hetzelfde liedje. Ik speel het ook vaak, het ligt aan mezelf. Is elke lach wel een verdiende? Soms weet ik niet of het spelen van liedjes zelfs. Ik word nu al weken onstuimig wakker, maar ik mag niet klagen. Ik ben voorzien van alle gemakken. Toch blijf ik een pessimist met mijn sigaret en een bakkie. Ik leef mezelf kapot alsof het mijn laatste dag is. Ik denk, yeah, yeah, alsof het mijn... En ik denk, oh, wie stopt dit alsjeblieft? Ja, wie stopt dit alsjeblieft? Oh, wie stopt dit alsjeblieft? Ja, wie stopt dit alsjeblieft? Oh, wie stopt dit alsjeblieft? Ja, oh, wie stopt dit alsjeblieft? Ja, dankjewel, 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 dankjewel. Dit ook wat je nu doet en wat je aan het begin deed toen er even wat gemieter was met een snoertje wat er niet was of zo. Je hebt kennelijk heb je een publieksbewustzijn. Je voelt dus dat het publiek wegzakt omdat er even iets niets interessants gebeurt, maar iets technisch. Dat zou ik professioneel willen noemen. Ja, precies. Dankjewel. Ik denk als je ziet hoeveel verschil er is in deelnemers, dat het wel lastig wordt. Maar op zich hebben we wel iets leuks neergezet. Maar ja, ik denk dat er nog wel betere artiesten komen. Dus het zal niet denderend zijn. Voor de rest is het kijken wat Ajax doet vanmiddag. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, jongens, we zochten even naar de microfoon omdat we alle drie heel graag iets wilden zeggen. We hoorden eigenlijk in het begin al met jullie stemmen dat het heel leuk ging worden, want het kwam zelfverzekerd over. Ik vond het echt top. Ik vond het echt heel erg leuk. Heel af en toe vlogen jullie bij elkaar weg, maar toen redden jullie het ook weer om bij elkaar te komen. Goed. Dat komt door het feit dat je niet gewend bent misschien om heel veel samen te spelen. Maar wat is het leuke muziek en wat zijn jullie technisch vaardig, jongens? Complimenten. Top. One day, baby, we'll be old. Oh baby, will we out? Think of all the stories that we could have told. One day, baby, will we out? Oh baby, will we out? Think of all the stories that we could have told. Zoveel gevonden hier in de zee. Als je hier rondkijkt, dan krijg je het idee. Het meisje dat dit heeft vergaard. Tja. Die heeft alles wel. Al die spulletjes vind ik zo prachtig. Ik bewonder ze iedere keer. Wil je dit en maar dat? Ik heb er 80. Het maakt niet uit. Het heeft geen zin. Ik wil meer.
swig of sweet champagne. I'd rather drink beer all night in a tavern, or in a honky-tonk, or on a four-wheel drive tailgate. I've got posters on my wall of skin, kid street. Some people look down on me, but I don't give a rip. I'll stand barefooted in my own front yard with a baby on my hip. Ja, wat gaan jullie doen? We gaan zingen en piano spelen. Zingen en piano? Ik ga piano spelen en zij gaat zingen. Wat ga je zingen? Ik ga zingen. Ik ga het nummer And I'm Telling You zingen. Van? Van Jennifer Holliday. Oké. Hoe kom je daarbij? Ja, van de film Dreamgirls. Dan doet Jennifer Hudson hem. Ah. Dus ja, dat vond ik wel een leuk liedje. Moeilijk wel. Ja. Ze is heel goed. Ja, klopt. Ja, ze is ook wel heel goed, maar we hopen dat we hem ook wel goed kunnen doen. Wel zin in ook? Of een beetje zenuwen? Wat een beetje, maar we hebben er wel zin in. Ja? En spelen jullie vaker samen of is het... Ja, we spelen best wel vaak. Ja, we zijn een soort van duo, zeg maar. Oh, dus jullie gaan het gewoon even doen. Ja, inderdaad. Ja. Succes. Dankjewel. Ja, bedankt. Tear down the mountains, yell, scream and shout. You can say what you want, I'm not walking out. Stop all the rivers, push, strike and kill. I'm not gonna leave you, there's no way. I will, 'cause darling, there's no way, no, 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 no way I'm living without you. I'm not living without you. I don't wanna be free. I'm staying, and you, you're gonna love. Het is waanzinnig dat je gewoon live begeleid wordt door een pianiste. Perfect ook, dame. Maar hier hoort toch eigenlijk een metropoolorkest achter. Cella.
Bakker Baarn is sinds 1895 een vertrouwd bedrijf in deze regio. Van oorsprong een drukkerij en de uitgeverij van de Barendse Courant. Inmiddels is Bakker Baarn uitgegroeid tot een full-service communicatiebedrijf. Bakker Baarn verbindt de nieuwste technologie met vertrouwde kwaliteit. Wij bouwen websites, drukwerkportals, verzorgen interactief drukwerk, crossmediale toepassingen en gepersonaliseerd drukwerk. Kom naar www.bakkerbaarn.nl. Best leuk al die testen, maar wij hebben jarenlang ervaring met elektrische fietsen. Daarom hebben wij de beste merken, zoals Sparta Ion, Batavus, Giant en de Koga Tesla. Keus genoeg voor een testrit. Mijn eerste stikje altijd toen ik 3 was. Ja, het hoort echt bij me. Ik ben er gewoon mee opgegroeid. Bijzondere sportprestaties vragen om jarenlange toewijding. Van sporters zelf, maar ook van hun omgeving. Veel tijd steken, maar dat deden we eigenlijk ook omdat wij zelf onwijs leuk vonden om te doen. Daarom sponsort de Rabobank al ruim 15 jaar de hockeysport op elk niveau. Zodat een klein talentje kan uitgroeien tot een van onze gouden helden van Londen. Dat het gewoon weer flikken, dat is echt te gek. Hij is zo mooi. Sporters steunen van begin tot goud. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Ja, ik wil graag 2 zalven voor hem. Goedemiddag. André Verhoek, Sivema. Kom verder. Dank u. In Soest, bij de bekende Wiekslotenweg. Volgens mij kent iedereen die wel. En daar is het het begin van de lente altijd een drukte. Nou, niet qua mensen, maar qua padden die een weg zoeken. En jullie zijn daar volgens mij altijd heel erg druk mee. Wanneer begint eigenlijk precies de paddentrek? Nou, dat is afhankelijk van de temperatuur, de tijd van het jaar en de vochtigheidsgraad. Dus het is niet op de datum nauwkeurig te voorspellen. Meestal begint het rondom 1 maart. Maar dit jaar was het eigenlijk dus een maand later. We hebben begin maart wel een klein plukje padden gehad dat overstak. Maar toen kwam die koude periode. Toen heeft het helemaal stilgelegen en zo'n beetje, ja, wat was het, 8 april of zo begon het eens te lopen. Met de piekdag hier op 12 april. Dus ze hebben een graad of 6 nodig en liefst een beetje regen. En dan, laten we zeggen vanaf eind februari, dan kan het beginnen. Ja, ja, de padden dat zijn een beetje van die trage, slome beesten, als ik dat op deze manier mag zeggen. Het is natuurlijk een hele drukke weg, de Wiekslotenweg hier in Soest. Ja. Wat kunnen jullie daaraan doen om ze een beetje te helpen? Nou ja, wij zodra het donker wordt, 's avonds, gaan wij naar de locaties toe. En gaan we constant heen en weer surveilleren. En proberen zoveel mogelijk padden die op de weg zitten over te zetten. Het was zo rondom 9 uur 's avonds, dan merk je, ja, dan gaat het spul oversteken. Ja. En hoe komt dat nou eigenlijk? Omdat hierachter liggen dus vijvers in die tuinen. En die padden die hebben eigenlijk diverse biotopen nodig, kun je zeggen. Hè? Ze hebben dus die humus nodig om te overwinteren en ze hebben dat water nodig om zich voor te planten. Dus vandaar dat ze aan de wandel gaan. En die trek ontstaat doordat de padden naar de plek waar ze ooit ter wereld zijn gekomen weer terugkeren. En dat is eigenlijk wel weer een leuk mechanisme in de natuur. Want in feite is die trek een soort dating site, kun je zeggen. He, daardoor ontmoeten de padden elkaar, want ze gaan allemaal naar één punt toe. Wat trekt jullie zo aan om dit werk te doen? Wat is zo fascinerend aan een pad? Ja, ik
Ik vind het ontzettend leuke beesten. Ik heb elk jaar padden in mijn tuin. Ik heb twee kleine vijvertjes en ik vind het ontzettend leuk als ik padden in de tuin heb. En ik zou van mijn tuin ook het liefste een tuinreservaat maken, maar daar is je waarschijnlijk iets te klein voor. Maar je probeert iets aan dierenbescherming te doen. Het is een bepaalde manier van het beschermen van een soort. Want ik zie inderdaad van die mooie schermen die jullie hebben neergezet. Wat is precies het doel daarvan? Nou, de bedoeling is, en dit is een veel toegepast systeem, die schermen die zetten we op een strategische plek neer. Want we hebben wel gemerkt, op de ene punt wordt meer overgestoken dan op de andere. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de locatie weer van de vijver. En dan weten we dus op grond van de vaar, nou daar komen er een boel. En dan plaatsen die schermen, dat is worteldoek, dat wordt door een van de sponsoren ter beschikking gesteld. En het is wel te zien hoe het in elkaar zit. Hè. Het is het worteldoek tegen een paaltje aangeniet. Maar deze plek waar wij nu dan staan, bij de Wieksloterweg, is dat de enige plek waar de paddentrek is in Soest? Of zijn er nog andere? Het vindt dus helemaal langs die Wieksloterweg plaats, althans langs een deel van de Wieksloterweg. En de Insingerstraat, daar hebben we trouwens ook nog scherm staan, vrij lang scherm. En dat is echt zo'n plek, daar komen ze heel geconcentreerd uit het bos wandelen. En daar hebben we ook altijd een behoorlijke oogst. Dus jullie gaan wel elke ochtend kijken wat er in de emmer zit? Ja, elke ochtend wordt er gesurveilleerd. En ochtends vroeg ben ik hier dan om kwart over zeven, van maandag tot en met donderdag. En ga ik de emmers bij langs. En dat is echt wel nodig. En s'avonds natuurlijk, hè? Dan lopen we dus nu zo tussen 9 en 11. Ja. Begint het weer terug te komen. Dan zie je dat er meer padden weer de andere kant op gaan. En dan wordt het ook tijd om de schermen weg te halen, want dan hebben ze er alleen maar last van. Ja, dus ik denk dat we vanavond de schermen gaan opruimen. Ja. Want jullie houden ook alles bij op lijsten, had ik begrepen. Ja, ik heb hier zo'n tellijst. En daar kunnen dus de medewerkers per tijdseenheid van tijdvak van een half uur ongeveer invullen. He, welke kant gaan ze op? Is het een mannetje, is het een vrouwtje? Is het wij noemen dat heel kuis een dubbeldekker. He, als de padden elkaar onderweg tegenkomen, dan kruipen ze al op elkaar. En op die manier hopen we een beetje zicht te krijgen op wat is nou het patroon in die trek. He, je probeert iedere keer weer wat verfijnder te werken. En die resultaten die worden dus gemaild naar Tel Mee. En dat is weer een onderdeel van de site padden.nu. En daar kun je ook de landelijke resultaten zien en de resultaten per paddenwerkgroep. Want er zijn er dus tientallen in Nederland. Ja. De lijkjes die we van de weg plukken worden ook geteld. En die worden gewoon in de berm gegooid. Dus die worden in principe niet dubbel geteld. Nee. Want we willen ook graag natuurlijk de verhouding weten tussen wat wordt toch nog doodgereden. En dan zie je toch dat normaal gesproken, als we hier actief zijn, en 25% toch nog wordt doodgereden. Ik heb weer meer over de paddentrek geleerd. Ik wil jullie beiden heel hartelijk danken. En heel veel succes met de padden. Heel veel te zien en te horen. Kunt u wat dingen noemen? Er is te veel om op te noemen, maar er is gelegenheid om te kijken naar de steenhouwerij, de videograaf die fotoreportages en videoreportages maakt. We nemen fingerprints af van mensen, daar kunnen sieraden van gemaakt worden. Dus de golden fingerprint, de bloembinderij, de notaris, noem maar op. Alles waar we mee samenwerken. We maken nu met inkt een vingerafdruk.
Die is mooi gelukt. En de vingerafdruk die gebruiken we om door te sturen. En zij maken van die afdruk maken zijn sieraad. Dus, en dat kan op een ring, dat kan op een kettingje, op een armband. En dat is natuurlijk heel uniek, want elke vingerafdruk is weer bijzonder. Jullie verzorgen ook workshops. Wat voor workshops zijn dat? We hebben dit jaar 3 workshops verzorgd. Dat doen we in het kader van een rouwverwerking. Ik heb zelf, hou ik erg van met mijn handen iets doen. En dan ja, kun je daar ook goed over nadenken. We hebben iets gedaan met bloemen. We hebben iets gedaan met kaarsen beplakt. En een hele mooie avond was het intuïtief schilderen. Wat moet ik me daarbij voorstellen, intuïtief schilderen? We zaten met een kleine groep bij elkaar. Dat waren dus echt de mensen die zich daar hadden voor opgegeven. Er was een mevrouw die dat begeleidde. Die vertelt dan een verhaal. Die laat je een klein beetje in meditatie komen. En dat klinkt dan een beetje zwaar. En dan heb je zoiets van, nou, wat is dat dan? Maar dat voel je vanzelf. Ze vertelt een verhaal. En naar aanleiding van dat verhaal ga je dan schilderen. En dat gaat vanzelf. Je hoeft niet te kunnen schilderen. Want het stelt ook helemaal niets voor wat je schildert. En eigenlijk gaat het allemaal vanzelf. Het is eigenlijk om te uiten. En ik neem aan dat je ook dan kleuren neemt die bij de overleden hoort, et cetera. Ja, nou ja, dat verhaal gaat over uiteindelijk. Ja, je kan heel veel verhalen voor gebruiken. Maar er is één verhaal die mevrouw vertelde. En dat ging over een berg. En wie je op die berg dan zag. En wat je daarmee wilde, hoe je daar dan kwam. En naar aanleiding daarvan ja, komt er van alles bij je boven. Ook kleuren. En dat is wel heel apart dat dat zomaar gebeurt. Een beetje buiten je om. Dat klinkt dan weer een beetje apart. Maar ja, het gaat eigenlijk vanzelf. Je kan tegenwoordig ook in de natuur begraven worden. Kunt u er meer over vertellen? Ja, dat kan inderdaad in de natuur begraven worden. Zoals u hier op de plaats ziet, is dat mogelijk. We hebben een natuurbegraafplaats. Elk graf is voor 1 persoon. Het graf wordt met de hand gegraven. Mensen kunnen een graf uitzoeken en kunnen zelf bepalen waar ze in het bos willen liggen. Wat is het verschil? Het verschil is dat er niet op rij begraven wordt, geen grote monumenten zijn. En ja, het is in de natuur en het is ook voor altijd. Er wordt niet opgegraven, mensen liggen in de natuur en dat is het. Wie onderhoudt het graf? Het is een stukje bos van het Utrechts landschap. En de boswachter van het Utrechts landschap, die heeft het ook in onderhoud. De videograaf, kan je daar meer over vertellen? Ja, de videograaf is een meneer die een reportage maakt. Vroeger natuurlijk video's, tegenwoordig dan de dvd's. Van een uitvaart. Van het moment van thuis vertrekken, bij wijze van spreken, tot ja, de receptie die er na afloop, de condoleance die na afloop wordt gegeven. Wordt er veel gebruik van gemaakt? Wel steeds meer. Ja, want we willen wel steeds meer beeld ook hebben. Veel foto's, dat was al wat gebruikelijker. Maar dit is wel een hele mooie manier om dingen die toch wat aan je voorbij gaan nog een keer te beleven. U verzorgt de nazorg. Gaat dat op verzoek van de nabestaanden? Nee, eigenlijk niet. Het hoort bij de service die Van Pijpen wil geven aan mensen. Dat betekent dat nabestaanden een week of 2-3 na een overlijden een brief krijgen waarin staat dat ik ze ga bellen als nazorgmedewerker. En dan een week of 2 daarna bel ik de mensen op om te vragen of ze behoefte hebben aan nazorg. En dat kan dan emotionele ondersteuning zijn of wat praktische informatie of nou net wat mensen willen. Ja. Dat is natuurlijk heel uiteenlopend, denk ik. Dat is heel uiteenlopend. Over het algemeen zijn er toch wel mensen die graag nog heel graag over willen vertellen. Zoals mensen bij een geboorte eindeloos vertellen over hoe het gegaan is, is dat bij een afscheid eigenlijk ook zo. En door te vertellen blijf je in herinneringen roepen en dat is een stukje aanzet voor een mogelijke verwerking. Ja. Is de omgeving erg belangrijk voor een nabestaande?
enorm belangrijk. Ja, ik merk bij de 250 mensen die ik jaarlijks bel, dat een groot deel het gelukkig ook in de eigen omgeving op die manier mee om kan gaan. Dat ze heel veel steun hebben aan eigen kinderen, familie, vrienden. Maar in de gevallen waar ik echt bij de mensen thuis kom, daar merk je dat mensen het heel prettig vinden om aan een vreemde, want dat ben je natuurlijk, hè, en na een uur ga je weg bijna als vriend, het verhaal eens een keer te doen. Want met mij hebben ze natuurlijk niet die binding dat ze zich in hoeven te houden. Loyaliteit naar kinderen speelt even geen rol. Dus ze kunnen andere kanten van hun verdriet benoemen en laten zien. En over het algemeen rolt er dan een heel levensverhaal achter vandaan, zeg maar. Ja. Dit is de koelruimte. Dit is eigenlijk een plek die nooit toegankelijk is voor mensen. Hè? Alleen voor ons. Er is ook een grote dichte deur. Nog een deur daarbij. Dus het is echt goed afgesloten. De kisten staan hier altijd open. Hè? Dus de mensen, als de kist open kan zijn, dan staan de kisten hier open. Hier kun je zien dat, hoe de mogelijkheden zijn voor opbaren. Hè? Met een deksel. Maar eigenlijk tegenwoordig zijn 9 van de 10 keer zijn de kisten open. Hè? Dus ligt er geen deksel op. Vroeger was het zo dat je na een dag of 4, 5 moest je begraven worden. Dat is veranderd, hè? Ja, de termijn is verlengd. Wettelijke termijn is verlengd. Dat houdt in dat je de 6 werkdagen boven aarde mag staan, zoals ze dat noemen. En dan komt natuurlijk dan het weekend eventueel bij, hè, als mensen dat willen. Dus dan zitten we al zo aan de 8 dagen. Het kan ook veel langer, volgens mij, hè? Ja, dan moet je uitstel vragen. En dan moet de situatie, hè, de situatie van de overledene, de conditie moet goed zijn. En ja, de reden moet ook, er moet een goede reden voor zijn. En je moet het ook niet te lang gaan uitstellen. Maar soms als mensen uit het buitenland moeten komen en dat erg ingewikkeld is, dan is het een goed alternatief.